We hebben ervoor gekozen om het werk van Constantin Meunier in de kijker te zetten, omdat het niet minder dan 105 jaar geleden is dat er nog een tentoonstelling aan hem gewijd is. We kennen hem allemaal als kunstenaar van de industriearbeid, die mijnwerkers, dokwerkers, havenarbeiders, boeren in beeld gebracht heeft. Nu, vandaag hebben we ervoor gekozen om zijn hele carrière in beeld te brengen. Vanaf zijn beginjaren tot de jaren 1880, wanneer hij groot succes kent. En ik denk dat het toch wel een vernieuwende kijk zal geven op de kunstenaar. We zien dus dat het vroege werk de kiem in zich draagt van zijn latere kunstscheppen. En ondanks het feit dat dat een totaal verschillende maatschappelijke culturele situatie is, zie je toch dat een aantal thema's in aantocht zijn. We zien heel vroeg zijn bekommernis om het gewone volk, om kleine mensen die voor hun rechten opkomen. We zien een aandacht voor de burgerij, maar ook scènes van devotie, scènes van religie. En dan geleidelijk aan groeit zijn interesse naar de landbouw, ook scènes van het gewone volk. Maar dan krijgen we al het element van het werk in zijn oeuvre dat binnensluipt. En dan zijn we natuurlijk vertrokken voor de Meunier zoals we hem kennen.